Mijn naam is Daan Wijnands en ik ben choreograaf. Momenteel zijn we aan het auditeren voor de musicalproductie Grease. Dus we krijgen heel veel kandidaten voorbij die en moeten zingen en acteren en dansen natuurlijk. Bij de dansauditie moeten ze binnen een uur een combinatie leren die wij gemaakt hebben. En dan worden de groepjes steeds kleiner en dan uiteindelijk moeten ze per vier voordansen. Ik ga letten op, ik denk, eigenheid van de dansers. Ik hou er heel erg van om de dansers te gebruiken voor wie ze zijn, in plaats van kijk naar mij en doe wat ik wil of zo. Ik denk dat het veel creatiever is als je hun betrekt bij het creatieve proces. Dat het in de jaren 50 zich afspeelt is een gegeven, maar dat hoef je niet zo in te kleuren. Zonder die nostalgie te vergeten of dat die op de achtergrond raakt, kun je toch nog met dans in het nu en het actuele maken, zonder dat je dus niet het gevoel hebt van ik zit niet naar Grease te kijken. Een goed voorbeeld is denk ik TikTok. Als je kijkt naar hoe dat geëxplodeerd is en hoeveel creativiteit in dans op dat platform is, dat lijkt me heel leuk om te onderzoeken of je daar een link kan leggen naar het nu en in Grease. Waar ik naar uitkijk in het hele werkproces is het werken met jonge mensen. En Grease is natuurlijk echt een voorstelling voor drie generaties. Net als een dierentuin. Je gaat als kind naar het dierentuin, als ouder en als grootouder. Dus ik kijk het meeste uit naar de energie van jonge acteurs, dansers, zangers. Dat geeft mij ook weer heel veel energie.